Is Jan van Dijk Mr. FC Groningen? Ja, ja, dat is hier. Ja, kijk, daar is altijd wel de strijd over hebben. Ik word ook heel vaak gebeld door journalisten. En dan is de standaardvraag: hoeveel wedstrijden heeft Jan van Dijk nou eigenlijk wel niet voor de FC gespeeld? En ze hebben eigenlijk nooit het goede. En ik weet natuurlijk, hij heeft 537 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld, dus 17,5 seizoen. Dus in dat opzicht is hij zonder meer Mr. FC Groningen, maar iemand als Piet Fransen, Martin Koeman, nu ook Arjen Robben, die wat korter bij de club zijn geweest, hebben ook heel veel voor de club betekend. Nou, dat vind ik altijd prachtige discussies. En zo kun je nog wel wat namen noemen, denk ik, van spelers. Jan van Dijk kwam in de zomer van 1975 op 18-jarige leeftijd in het internaat van FC Groningen terecht, samen met Henk Veldmaten. Van Dijk en Veldmaten waren afkomstig van Go Ahead uit Deventer, de club waar ze begin jaren 70 van de vorige eeuw al vaak in één elftal speelden. We speelden met een aantal jongens in het Gelderse elftal, Henk Veldmaten, Henk Bink en ik. En de trainer van het Gelderse elftal was Anton Goedhart. Ja, die heeft ons samen met Wim Beltman, die toen technisch directeur werd bij Groningen, die was toen meegenomen naar het noorden toe. En toen zijn we samen in het jeugdinternaat van Groningen, ook in het jeugdelftal van Groningen begonnen. Nou, en binnen een jaar hebben we volgens mij beide ons debuut gemaakt in het eerste elftal. Het was wel mooi, ik had met Wim Beltman afgesproken van binnen 2 jaar zeker in het eerste. Dat was natuurlijk mijn eigen bluf. Nou, toen heeft hij gezegd van luister, zo gauw jij in het eerste komt te spelen, krijg jij een contract. Want ik had dus geen contract daar. Nou, dat gebeurde na een half jaar. Dus na een half jaar speelde ik in het eerste. En moet ik eerlijk zeggen, kwam Bill Beltman die kwam naar me toe en zei van, nou, ik heb je beloofd als je in het eerste zou spelen, zou je een contract krijgen. En toen kreeg ik gelijk een contract. 7.500 gulden. Dus ja, dat was heel leuk. Het ging ook heel goed. Goedhart was al redelijk snel weer terug. Toen kwam Notemans er even tussendoor. En toen kwam Renze de Vries met Theo Verlangen op te proppen. Niemand kende Theo Verlangen als jeugdtrainer van Feyenoord, maar verder niet. En nou, dat is 6 jaar een geweldige tijd geweest. Telkens met verzorgde passes. Van Dijk. Het schot van afstand en Hielen. We hadden een elftal. Dat was in ontwikkeling, zeg maar. We hadden wat jongens uit Deventer gekregen. En het klikte tussen de technische staf en tussen de spelers. Theo Verlangen was een geweldige man om mee te trainen. Heel veel humor, goede trainingen. Hij was een heel fijn mens. En die heeft er een heerlijke club van gemaakt, een heerlijke ploeg van gemaakt. Veldmaten kopte. Bovendien lekker dood. Van Dijk dan. Ja, ik ben nog 7 jaar bij Groningen geweest. In het eerste elftal, ik heb 7 jaar bij Groningen gezeten. In die periode hebben we samen gespeeld. En op enig moment ben ik vertrokken naar wat andere clubs, omdat Ronald Koeman doorkwam in het eerste elftal. En ja, goed, die kwam op mijn plekje te spelen. Het was een aardigheidje. En daar probeert Kieke een penalty te versieren, maar zo makkelijk gaat dat niet bij Christophe. Het beste elftal is wel de ploeg waar we destijds Europees voetbal mee speelden, met de Atletico Madrid. Clemente. Keukens jaagt en Jans jaagt. Natuurlijk, dat moet de opbouw storen. En dan wordt Koeman getorpedeerd door Marina. En Keukens krijgt een koekje van eigen deeg. En dan is het Jan van Dijk die de wedstrijd beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Die voordeelregel toegepast, zegt van Christophe. Oh, wat zal die scheidsrechter in zichzelf lopen genieten. Onvoorstelbaar. In 83 vond ik dat wij eigenlijk het beste team op dat moment hadden. Ja. Van mijn tijd bij FC Groningen. Aan de andere kant weet ik nog dat wij kampioen werden in Vlaardingen met Theo Verlangen. Ja, dat was ook wel een heel aardig elftal. Dus dat was met Waalderbos en Karel Hidding en de echte oudgedienden. Dus dat was destijds ook wel een hele aardige ploeg. Maar dat was meer een fijne ploeg, omdat wij
echt een team waren. Het was echt een ploegresultaat wat we haalden. We gingen ook bij elkaar op verjaardagsvisite. Als de vrouwen jarig waren of de kinderen waren jarig, waren we altijd bij elkaar. Goeie bal van Boer naar Jan van Dijk. Van Dijk, de kans. En een goal, en een voortreffelijke goal. Na 35 minuten spelen, schitterend doelpunt van Jan van Dijk. Dat is een ploeg geweest van vriendschap. En dat is ook een kampioenschap geweest van vriendschap. Mm-hmm. Misschien niet eens de topkwaliteit, maar wel van de vriendschap. De beelden geven aan dat het een heel vinnige strijd was vanavond in Kerkrade. Kijk maar. Jan van Dijk er wel met Huub Smeets, die wil ook nog wat gaan doen. Maar John de Wolf, notabene, komt sussen. Jan van Dijk was een winnaar. Was Jan van Dijk een typische FC Groningen speler? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat hij wel heel erg aansprak, ook bij de mensen. Koppeling van voetballen en ook mentaliteit en vechtlust, ja, dat sprak heel erg aan. Nijland zegt het nog altijd, Groningen echt een volksclub. Groningen is een club van niet lullen, maar poetsen. Nou, dat is een type voetballer die je vandaag de dag niet zoveel meer hebt. He, Jan was een sloper op het middenveld. En een krijger, ja, dat zijn types, dat vind ik prachtig. Een gevleugelde uitspraak van mij was: alles mag totdat de scheidsrechter fluit. Want ik had er alles voor over om te winnen. En ik deed ook alles wat onze rivier verboden had, om wedstrijden over de streep te trekken. Verrips kan ook schieten van afstand. Overtreding van Jan van Dijk. Even haken in elkaars benen, vrije schop. En wellicht de laatste kans voor FC Utrecht. Fortuna sterk uit de startblok in de tweede helft. Twee ongewijzigde teams. Overtreding van Dijk tegen Evers. Van Dijk die er toch al fel in gaat vanmiddag. Op een gegeven moment stond ik op de boek als de schopper en het vervelende mannetje. En hard werken, een ettenbak, bla bla bla. Maar als ik niet had kunnen voetballen, had ik het niet zo lang volgehouden. In dat kwartier is er nog niet echt veel gebeurd. Misschien nu Houtman die de bal probeert te verlengen op Gobel. Van Dijk, die wil nog wel eens schieten van afstand. Ja, niet verkeerd ook. Het doet hem tekort als je zegt van nou, het was alleen maar een harde werker. Hij had goed inzicht. Hij had goed inzicht in wat er gebeurde, waar het gevaar dreigde en zo. Nou, ik denk dat ik echt een boven middenmoot speler was. Ik heb ook altijd wel gedacht dat Jan ook wel een succesvolle trainer zou schuilen. Ja, achteraf verbaast me dat wel een beetje dat er niet helemaal uit is gekomen. De Wolf. Bereikt Eikelkamp. Goed, die bal stilgelegd. Van Dijk, een kans. En het is 1-1. Hele knappe actie van Eikelkamp met name. En mooi ingeschoten door Jan van Dijk. En hij voelde ook aan in een wedstrijd dat er soms iets nodig was om iets te forceren. En dat deed hij soms naar een scheidsrechter toe, soms naar een tegenstander toe, maar ook wel naar eigen spelers toe. Om het zaakje gewoon op scherp te krijgen. Nou, dat is wel het beeld wat Jan ook wel achtergelaten heeft, denk ik, als voetballer. Van Dijk. Vurens, hard geraakt door Van Dijk, die al heel wat vrije trappen tegenkrijgt. En nu tijdens zijn 500ste wedstrijd nog een gele kaart ook. Van den Berg is verstandig namens Sparta. Rosien erbij, heel dom wat Jan van Dijk daar doet, die zijn frustratie afreageert op de beslissing van scheidsrechter Schuurmans. En trainer Westerhof komt het veld in om zijn captain te beschermen. Ik heb die wedstrijd altijd omschreven als een echte Jan van Dijk wedstrijd. Want op een gegeven moment liep het helemaal niet. En op een gegeven moment gooide ik inderdaad een beetje olie op het vuur. Toen maakte ik nog een vreselijke overtreding. Toen kreeg ik een gele kaart. Van die scheidsrechter met die lange haren, weet ik nog. Schuurmans, ja. En die begon, daar stond ik neus aan neus mee. Dat kan ik me nog helemaal herinneren. En daarna die goal die ik maakte. Ik heb niet zo heel veel doelpunten gemaakt. Ik ook 40 of 43 in mijn hele carrière. Maar dat was een geweldig doelpunt. Van Dijk. Ja, oh, Jan van Dijk. Ja, 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 ja. Zijn feestje eerst dreigde de slagroom op de taart zuur te worden door zijn gele kaart. Maar dit is echt een slagroomtaart met verse vruchten, met alles erop en eraan. En in de vreugde deelt zijn coach Hans Westerhof. Laat die grensrechter daar nou ophoepelen en laat hij dit feestje nou gewoon door laten gaan. Hij snapt het gelukkig. Prachtig moment. Nou, ik herinner me dat ik het veld inliep. Dat kan me wel herinneren. En dat er dat Mine Modderman de grensrechter was. En
En dat hij eigenlijk me tegen wilde houden, maar eigenlijk zelf ook een beetje in dubio zat van, ja, het is wel een geweldig moment natuurlijk. Hè. En nu zou dat niet meer kunnen. Dan ga je denk ik voor een aantal wedstrijden wel kunnen de tribune opzoeken. Maar ja, toen kon het. Als dank voor zijn bewezen diensten, 500 wedstrijden, mag hij als eerste een stuk van de taart snoepen en als eerste in het warme bad. Jan van Dijk vanaf 1975 in dienst bij FC Groningen. De ploeg die Sparta ondanks een moeilijke eerste uur met 4-0 afdroogt. Het was een geweldige dag en dat was echt een mijn wedstrijd en dat was... Die vergeet ik ook nooit meer. Dat is iets unieks in mijn carrière geweest. Ja. In januari 1992 maakt Jan van Dijk bekend dat hij een half jaar later zal stoppen met betaald voetbal. Bij FC Groningen is hij dan intussen op de bank beland. Het rijtje trainers van FC Groningen zit op Jan van Dijk. Neemt toch als een voorproefje op zijn toekomst. Hij kan bij de technische staf van Groningen mee gaan doen het komende jaar. Ik voelde dat het met mij wat minder ging. Ik stond 's morgens op met... gillespeesklachten en dat, ik was er ook 5'36 en ik denk nou dit wil ik niet. Ik wil niet, ik wil voor mezelf bepalen wanneer ik stop. En toen heb ik een gesprek aangevraagd met Westerhof en toen heb ik gezegd van ik ga stoppen. Na het seizoen ga ik stoppen. Holband krijgt nu de vrije trap tegen, Kieftkwart geïrriteerd door de scherpe dekking van de verdediger van Groningen. Graft en Holband was mijn beoogde opvolger. Toen heb ik gezegd van luisteren, ik vind het ook niet erg dat je met de Grafton gaat beginnen. Ik ben op de achterhand, als je me nodig hebt, dan ben ik er. Maar wat mij betreft mag je de voorkeur geven aan Graft en Holband. Aan het slot van het seizoen 1991-1992 eist Van Dijk zijn basisplaats in het elftal van Westerhof weer op. Het moment dat ik zag dat het duo Szymanowicz Holband niet echt top functioneerde, toen heb ik weer aan de bel getrokken. En toen heb ik weer wat leven in de brouwerij gegooid en toen kreeg ik wel wat woorden met hem. Van Dijk speelt zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen op 26 april 1992 tegen landskampioen PSV. Boris van Dijk, een doelpunt zou een mooi afscheid voor hem zijn hier in het Oosterpark na al die trouwe jaren voor Groningen. Is hij Mr. FC Groningen? Dat vind ik wel. Ik vind hem meer Mr. FC Groningen dan Piet Fransen was bijvoorbeeld. Hè. Piet was ook natuurlijk wel een echte FC Groningen. Maar dat is meer GVAV. Ik vind Jan vind ik echt, Jan is FC Groningen. Iemand die meer dan 500 wedstrijden voor de club heeft gespeeld en ook op dit niveau en eigenlijk alles heeft meegemaakt van de successen en de... En de teleurstelling van de degradatie als trainer, als speler, dan ben je wel Mr. Groningen, ja, denk ik. Ik word ook heel vaak gebeld door journalisten. En dan is de standaardvraag, hoeveel wedstrijden heeft Jan van Dijk nou eigenlijk wel niet voor de FC gespeeld? En ze hebben eigenlijk nooit het goede. Ik weet natuurlijk, hij heeft 537 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld, 17,5 seizoen. Zoveel heeft niemand gespeeld en zoveel gaat ook niemand ooit spelen. Maar iemand als Piet Fransen, Martin Koeman... Nu ook Arjen Robben, die wat korter bij de club zijn geweest, hebben ook heel veel voor de club betekend. Als ik Piet Frans en Jan van Dijk tegen me afzet, dat was in twee totaal verschillende periodes. En beide mannen hebben ongelooflijk veel voor FC Groningen betekend. Nou, dan hebben we toch een duo, wat door het leven gaat als Mr. FC Groningen. Dat vind ik prima. Er is altijd een hele strijd geweest, hè, want er is dan denk ik maar één die gevoelsmatig van nature Mr. FC Groningen zou moeten en kunnen zijn, dat is Piet Fransen geweest. Maar alleen Mr. Club, in dit geval FC Groningen, dat het gaat om het aantal wedstrijden wat je speelt. Ja, en ik heb natuurlijk wel veel meer wedstrijden voor FC Groningen gespeeld dan Piet Fransen. Ik word misbruikt door jullie. Ik wil alleen maar winnen. Ik wil alleen maar voorop lopen. Als mij onrecht aangedaan wordt, dan sta ik op en dan... sla ik bij wijze van spreken iemand voor zijn hoofd. Netjes gezegd, hè? Voor zijn hoofd. In het begin vond ik hem stug en niet direct makkelijk in de omgang. En dus dat heeft wel eventjes tijd nodig gehad dat het klikte tussen ons. Er wordt veel te veel aandacht gevestigd op de slechte wedstrijd.
Nou, ik mag hier wel zeggen, in Groningen, daar heb ik dan mooi maling aan. Want het gaat er wel om dat je in deze fase, in deze stand van de ranglijst, punten nodig hebt. Jan is dan wel ook, toch wel weer een jongen van het volk. Maar aan de andere kant ook, kan hij ook heel nukkig en nors zijn en zo. Het is niet, Jan is niet een jongen die zomaar in de armen sluit en zo. Je hebt natuurlijk van die mensen die hebben het wel en zo. Die zijn geliefd bij iedereen. Nee, bij Jan moet je dat wel verdienen. Er zijn ook heel veel mensen die wat moeite met me hebben gehad, denk ik. Merkte je dat ook wel gewoon ook wel in gesprekken? Dat mensen dan, dat mensen afschrikt? Jawel. Ik had heel vaak strijd met journalisten. Nee, ik praat niet met Beukenkamp over fouten. Heb je dat afgeleerd misschien? Ja, dat heb ik door jullie afgeleerd, ja. Ik word misbruikt door jullie. Dat is niet waar, Jan. Jij hebt de leiding bij FC Groningen en als jij iets met Beukenkamp wilt bespreken over zijn manier van keepen, dan doe jij dat. En dan luister jij niet naar wie dan ook. Ja, maar laat me lekker met rust. Ik praat met Beuk wanneer ik dat wil en ik praat met Beuk over goede dingen en slechte dingen wanneer ik dat wil. Hij is ook niet de meest plezierige persoon, als je hem niet kent. Want Jan die neemt ook nooit een blad voor de mond en dat komt niet altijd even goed over. Maar ik vind hem best wel een goede gozer. Hugo op Alberda, die wordt al een tijdje vastgehouden aan zijn shirt en die krijgt geen strafschop, terwijl die een strafschop had moeten hebben. Van Dongen onthoudt Groningen dus zijn tweede strafschop. Broersen maakt opzettelijk hens, krijgt geel. En Jan van Dijk is wild omdat hij geen strafschop heeft gekregen. Nou, ik heb alleen maar gezegd dat ze ons verschrikkelijk genaaid hebben. En dat mag niet. En daar ben ik het ook mee eens hoor, dat is ook niet echt bij de hand. Ah, goed, ik ben een emotionele trainer. Ik kan ook als een zoutzak op de bank blijven zitten. Maar ik wil mijn emotie tonen en ik vind dat het ook mag. Want als je ziet wat er allemaal in de regel gezegd wordt en gedaan wordt, ja, wat praten we over, jongens? Natuurlijk is het niet altijd goed wat ik gedaan heb. Ik denk dat het heel vaak niet goed is geweest wat ik gedaan heb. Maar het heeft me wel gebracht waar ik uiteindelijk wilde komen. En dat is winnen, dat is hart voor de club hebben, alles voor de club over hebben. Niemand mocht aan mijn club komen. En ja, ik heb daar alles voor gedaan om het goede naar boven te halen. Toen Jan eenmaal de verantwoordelijke was als trainer, ja, dan heb je ook veel meer contact met elkaar. En toen groeide er een hele goede verstandhouding tussen Jan van Dijk en mijn persoontje. Na zijn spelerscarrière wordt Van Dijk trainer van het Stad Groninger Velocitas. In 1995 keert hij terug bij FC Groningen als assistent van hoofdtrainer Hans Westerhof. Als Westerhof in 1997 wordt ontslagen, neemt Van Dijk de taak als hoofdverantwoordelijke tijdelijk over. Een jaar later, na het ontslag van Wim Rijsbergen, wordt Van Dijk definitief hoofdtrainer van FC Groningen. En het moment voordat ik door Groningen benaderd werd, was ik al weer met drie klus bezig. Want ik heb een gesprek gehad met Han Berger bij Cambuur toen. Ik heb met Sef Vergozen gesproken hier bij MVV. Mm-hmm. En ik had gesproken met VVV. Dus drie clubs die wilden me hebben. En uiteindelijk was ik nagenoeg rond met VVV. Toen al. Toen Hans Nijl mij belde. S'avonds, ik was volgens mij net terug uit Venlo. Of een dag later. En vroeg of ik bij de FC hoofdtrainer wilde worden. Want ze gingen niet door met Rijsbergen. Ja, toen was het voor mij niet zo moeilijk, want dat was mijn club. Ik had het gevoel dat ik het ook wel zou kunnen bij die club. Ze waren net gedegradeerd, of ik was gedegradeerd met die ploeg. Maar ik wist dat wij ook een heel aardige lichting hadden daarna. En om iets weer op te bouwen, dat lag mij wel op dat moment, dacht ik. Dus toen heb ik ja gezegd tegen de FC en heb ik toch weer VVV moeten afzeggen. Dames en heren, goedenavond. Een zwarte dag gisteren voor FC Groningen. Door verlies tegen Cambuur kwam er een eind aan 18 jaar voetbal op het hoogste niveau in de stad. Als trainer. Eigenlijk begin ik officieel 1 juli. Maar ik had een beter begin gewenst. Het eerste wat je mee kan maken als trainer is degraderen. Maar dat heb ik nu achter de rug. Jan
had heel veel draagvlak, ook bij de supporters en ook bij de spelers. En we hebben toen besloten van een herstart voor de club. We gaan het doen met veel nieuwe spelers, met heel veel jonge spelers. Joost Broes, Ivar van Dinteren, Paul Matthijs, Krekel van Dijk, Dominique van Dijk, de zoons van Jan. Echt ook noodgedwongen natuurlijk met een jonge selectie. Ja, en we bouwden toen een geweldig team. Ik heb een avond zitten tekenen, ik heb alles uitgeschreven. En toen had ik bedacht om 3-2-3-2 te gaan spelen. Want ik ben door mijn tekeningen dacht ik van dat is de beste veldbezetting. Voorzetje Roerijen, prachtige kopbal van Manjo. Zijn tweede doelpunt. Heel mooi gedaan van deze Braziliaan. En nou wordt het prijsschieten voor Groningen. Huizing kijkt, zoekt, schiet en een doelpunt. Helemaal geen probleem. 4-0 voor FC Groningen. En het mooie was later toen Van Gaal trainer werd bij Barcelona. Toen had hij het in één keer over 3-2-3-2. Heb ik niet van mij gepikt hoor. Maar dat vond ik wel mooi. Ik was er wel heel trots op. En daar hebben we toen mee gespeeld. En het eerste jaar zijn we in die na-competitie terechtgekomen. En het tweede jaar zijn we dus gepromoveerd. Dit is Johansson kort naar rust. Via de voet van Krans, de Duitser van Emmen, scoort de Zweed Johansson voor Groningen. En natuurlijk ook feestvreugde in de Veemarkthal in Groningen. Jan, hoor je wat ze zingen? Jantje van Dijk. Ja, maar de spelers hebben het gedaan. Jan, ik zie nu wel een traantje. Ze zijn niet helemaal droog met je ogen. Het moment dat je weer gaat promoveren en met welke club het ook gaat gebeuren. Het is altijd geweldig om weer te promoveren. Het is een mega feest is het dan. Je hebt natuurlijk even op het tweede plan gewerkt en gespeeld. Ja, en dan krijg je de mogelijkheid om te promoveren. En dat gebeurde dus in Emmen. En natuurlijk is dat heel emotioneel. Natuurlijk is dat fijn en prettig. En natuurlijk ben ik trots dat ik daar destijds hoofdtrainer was. Dat is, ik heb toch die club weer teruggebracht. Ik weet nog goed dat ik destijds een regenjas had gekregen van Harry Vermeegen. En dat ik daar in die regenjas op het balkon stond. En de eerste die mij begroette toen ik in de bos daar stapte, was Annie Gal. De moeder van Jopie. Mooi. De rust is een beetje teruggekeerd, bij jou ook? Ja, ik zeg net tegen Theo, we gaan even 3 minuten even terugtrekken. We moeten even met z'n tweeën even relativeren. Je bent al ruim 20 jaar verbonden aan de club. Dit is voor jou natuurlijk een hele emotionele dag. Niet alleen voor mij, maar met z'n tweeën. Want we zitten al meer dan bijna 25 jaar bij de club. En dit is voor ons beiden met name is het fantastisch. Vanmorgen begon voor Jan van Dijk weer gewoon een werkdag in het Oosterpark. Het stadion waar hij al de helft van zijn leven vertoeft. Maar daar komt vanaf deze zomer verandering in. Want dan is het Parkstadstadion in Kerkrade zijn nieuwe thuis. Gisteravond op de persconferentie legde Van Dijk uit welke uitdaging hij in Roda ziet. Ik vind het in ieder geval een stap, een behoorlijke stap. Als je dus van een 12e plaats Groningen naar een 4e, 5e plaats Roda gaat, is dat een behoorlijke stap. Ik vond Roda echt een mooie club. En dan krijg je dan de kans om daar naartoe te gaan. Nou, financieel was het heel aantrekkelijk. Maar buiten dat, ik wilde naar de subtop van de Eredivisie als trainer. En dat is de keuze geweest voor mij, voor Roda. Ik heb verschillende keer Groningen zien spelen. Daar wordt met het hart gespeeld. Daar wordt goed gevoetbald met veel jonge spelers. Ik denk dat die perfect bij Roda past. 5 wedstrijden verder was ik weer ontslagen, terwijl ik een contract had voor 3 jaar. En die is wel heel hard binnengekomen bij mij.
Alleen al de manier waarop dat ging. Want ik vind, en dan gaat het niet alleen om mij, maar dat gaat om denk ik iedere trainer. Dat jij kan zelfs in 5 wedstrijden nog niet eens laten zien dat je slecht bent. Dus daar had ik wel heel veel moeite mee. Daar heb ik het heel zwaar mee gehad. Maar goed, dat duurde ook niet zo heel lang. Want in dat jaar belde Helmondsport of ik trainer wilde worden bij Helmondsport. En dus heb ik een half jaar thuis gezeten. En binnen het seizoen daarop ben ik van Roda verhuurd aan Helmondsport. Maar uiteindelijk ben ik niet ontslagen bij Roda. Ik ben non-actief gezet. En uiteindelijk ben ik 2 jaar verhuurd. Dus ik heb 3 jaar lang mijn salaris gehad van Roda. En ik ben trainer geweest voor Helmondsport. Heb jij het gevoel dat hij zich gewaardeerd voelt als Mr. FC Groningen? Dat weet ik eigenlijk niet. Of hij zich een beetje ondergewaardeerd voelt. Ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet nog dat ik belde naar Groningen om een wedstrijd te gaan kijken. Toen werd ik ergens in een hoek gedrukt. En toen denk ik van, hé, dit deugt niet. Dit deugt niet. Als Arjen Robben kon kijken of de Koemanis komen kijken, die hebben een fatsoenlijke plek. En dan zeg ik maar prima, want ik ben jaloers op niemand, laat ik dat vooropstellen. Maar wat betekent dan op dat moment Mr. FC Groningen? Ik las dat ergens in een interview. Ja, dat past Hans Nijland niet als ik dat lees. Dus dan grijp ik de telefoon en ik heb Jan gebeld. Ik zeg, ja luister, als jij naar Groningen wil, je bent zeer welkom. Bel mij of bel een van onze secretaresses. En dan krijg je de best denkbare plaatsen. Je krijgt een parkeerkaart, je wordt uitgenodigd voor het buffet. Al dat soort dingen meer, dus dat hebben we keurig uitgesproken. En dan heb ik weer iets gedaan waar ik iets mee los wil maken. Want ik vind als jij 537 wedstrijden voor een club speelt, dan moet je daar respect voor mee omgaan. En dat voelde ik absoluut niet. Dus ga me dan niet Mr. FC Groningen noemen, doe dat dan niet. Dan hoef je mij niet uit te nodigen, dan hoef je mij niet te zien, dan klaar, weet je. Maar dat deed me wel pijn, want ik voel me nu vandaag nog steeds FC Groningen, bij wijze van spreken. En nu met jou zitten praten over dat verleden, ja, dat doet mij wat. Dat is geweldig. Ik weet niet of er nog een tribune is of wat dan ook, maar ja, als er natuurlijk één voor in aanmerking komt na deze Koemanen, Tony van Leeuwen en Piet Fransen, ja, dan is dat toch Jan van Dijk. Tony was een icoon en Martin en Erwin en Ronald en Piet Frans, dat zijn iconen. Ik vind Jan niet een icoon. Zou je dat nog mooi vinden? Als er binnen het stadion nog iets naar je vernoemd wordt? Ja, als jij Mr. FC Groningen bent, dan verdien je dat ook, vind ik. Maar goed, dat is niet naar mij. Ik zal er niet wakker van leren als het niet gebeurt. Mm. Maar dat zie je bij alle clubs. Nou, dat zou ik tegen Jan zeggen. Jan, bewaar je herinneringen. Die zijn veel mooier dan een bordje op een tribune, hoor. Ik heb het goed nu en ik kan bellen en ik word met open arm ontvangen. En daar gaat het om. Respect is er, dus dat is prima. Hij moet gewoon blij zijn of tevreden zijn met zijn benaming van Mr. FC Groningen. Ik ben nog steeds, en ik zal denk ik, mijn hele leven zal ik het blijven, Mr. FC Groningen. Ik ben hartstikke trots op.